Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe livestream hier op de zondagavond. Welkom jongens, leuk dat jullie er zijn. We gaan vanavond lekker Farming Simulator 22 multiplayer spelen. Ik ga deze livestream ook gewoon uploaden naar YouTube. Dus ik ben hem ook aan het opnemen. Dus zeg even allemaal hallo YouTube. Of zo, weet ik veel. Voor dinsdag. En dan ga ik maandag ga ik weer verder met opnemen morgen. Want ik heb de rest van de week toch vrij. Maar welkom jongens, leuk jullie er zijn. We gaan vanavond FS22 MP Energiepark gaan wij spelen. En ik wil namelijk even één ding samen met jullie... En natuurlijk samen met Jeffrey wil ik namelijk even één ding aan jullie vragen. Maar dat horen jullie zo meteen. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier. En zo. Even kijken. Hoe is Jeff? Ja, rustig, hè? Rustig? Ja, bitter kun je hem, toch? Nee, daarom. Ik was even een serie aan het kijken, dus... Waar wij aan het kijken? Ken je dat Hoogvliegers nog van NPO? Ja, dat zegt mij wel iets. Dat was met die straaljagers. Ah, juist. Die was ik hem weer aan het kijken. Wacht even hoor, Brian. Probeer nog eens Autotikken Multi. Want gisteren met de Sims ging niet helemaal goed. Ik had allemaal follow bots en weet ik veel wat. Dus. Nou, daar wou ik het dus even met jullie over hebben. Jeff, wat gaan we doen met die 700-serie? Nou, ik kreeg hier in de chat ook al te horen van die Gen 7, die moeten we ook gewoon houden. Wel? Ja, wel, maar. Ja, net wat jij zegt, dat was weer een impuls aankoop. Dus juist. Ja. Dus wat ik namelijk wil gaan doen, is ik maak een polletje in mijn chat. En dan vind ik dat de chat mag bepalen waar de vet naartoe gaat. Vind je dat goed? Ja, vind jouw chat er ook goed, laat ik het zo zeggen? Ja hoor, denk het wel. Dan gaan we de grote machine weer uit de stalling halen. Nou, het is natuurlijk wel zo, met die soepen hebben we het zo weer terugverdiend, hè? Zo is het ook weer. Slash mod was dat, toch? Ja, slash mod en dan Mr. Hooks en dan enter. Hoeft niet in hoofdletters of zo, dat is allemaal niet nodig. Kijk. Trouwens, Jeff, wat misschien wel handig is om te doen, want jij je hebt voor mij jouw beeldscherm capture, maar dat je game capture gebruikt, zodat je als je al tap doet, dat ja, de mensen je, wel dan zie je niet wat je op de achtergrond doet, weet je wel? Even kijken hoor, maar die... Dat staat... Beeldschermopname staat hieronder. Ja, je moet game capture moet je hebben. Ja, val jij Patrick, ben lastig. Ja hoor. Ik ben zo blij dat deze map zo heerlijk loopt vergeleken met Kirby. Of Caruvara. Zo, dat was een lek, jongen. Ja, maar dat kwam door al die bomen daar. Ja, dat klopt. Dikke fan, zegt Ryan. Ja, dikke vent. Deze ja, is toch wel de mooiste. Die andere die vind ik niet zo. Dit is eigenlijk... Ik vind deze wel heel mooi. Alleen, ja, hij is natuurlijk een stuk moderner, hè? Hij is wel mooier, ja. Dat sowieso, omdat het een nieuwe generatie is. Maar qua geluid is de oude weer beter. Ja. Ja, dat is zeker waar. Maar ik vind het mooi dat in deze trekken, dat vind ik gewoon mooi aan mods, dat alles klopt. Alles op het dashboard werkt. De lampen zijn realistisch, want ja, tegenwoordig is het allemaal LED. Ik vind het leuk dat, ik gebruik altijd knipperlicht, dus ik vind dat een leuk klein detail, dat de trek ook een ander geluid heeft qua knipperlicht. Want elke auto heeft ook een apart knipperlichtgeluid. Dus... Ja, ik vind dit wel een mooi trackertie. Ah,
Nou, ik zal je vertellen, Stan, dat heb ik ook heel vaak tegen Patrick en Jeff gezegd. Zodra jij op jouzelf woont, dan ga je sowieso minimaal 1 dag in de week dat je denkt van... Ik doe nou lekker die computer uit en ik ga lekker op de bank hangen met een dekentje, lekker televisie kijken. Gelukkig had ik toen nog niet echt een PC, Quinten. Hoppa, geld. Juist! Kijk, dan kun je kunstmest kopen. 50.000, jouw hoor. Kan ik hem weer verder met kunstmest? Dat is juist. Wel brood nodig. Wacht even. Oh, ik heb ook niet eens trouwens in de mod heb gekeken. Ik heb al 2-3 dagen heb ik niet opgenomen. Dus vrijdag was de laatste keer dat ik heb opgenomen. Ja, maar daarom stream ik ook nooit donderdagavond, Ruben. Ik vind dat heerlijk. Om gewoon even een dagje, of in ieder geval een avond, even lekker geen computer. Lekker op de bank te hangen. En lekker televisie kijken. Oh, en in één keer is het Nightbot. Ja, dat heb ik vroeger altijd gebruikt. What the fuck? Zag gisteren nog een T-server vaststaan met een mescombi. 2 andere trekken ze ervoor tot de bodem vast. Ho, is. Ja, met al die scheidregen. Hi, Tinus. Oh ja. Yes. Ja, hij is omhoog gegaan. Van 77 naar 80. Oh, kijk. Onkruidcontrole. Hoe is Tinus? Ik zag dat je weer een brazen had. Of nee, een zield had je gevangen. Hij is goed, Rob. Jojoetjes. Jojoetjes. Vijf zilten al, ho is. Hey Egbert, goedenavond. Ondiepe werktuigen gebruiken en spotspray en nooit ploegen. DJ John, thanks for the follow. Ja, dan moet ik die gewassensor aan hebben, zeker Brian, of niet? Maar deze moesten we hebben. Deze moesten we hebben. Ik zal hem even voor de mensen die nog niet hebben gehoord, ik zal hem even voor de primos gooien. En dan hoor je hem buiten. Ja. Ja hoor. Kijk, ik zal hem even hiervoor gooien. En dan zal ik hem even aanzetten. Komt ie, hè? En als ik dus hier naartoe loop, hier hoor je hem nog. 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 En hier wordt hij iets minder. Machtig. Maar wat wel mooi is aan deze trekker, als ik hem aanzet, gaat hij eerst in toeren. Dan zet hij de aftakas aan. Als ik hem nou uitzet, zet hij eerst de aftakas uit en dan pas gaat hij lager in toeren. Dat is ook wel gaaf. Maar goed, we gaan schudden. Machtig ding dit. Het ding drinkt meteen die slas water. Nou, het valt mee hoor. Hoeveel zoomt die 170 liter per uur?
En een combine die zeurt 500 liter per uur. Ik rij gemiddeld op de... Nee! Gemiddeld eerder op 2, nou dat is wat weer. Dat is niet best. Nee. Ga ik die veld bij de boerderij even weer inzaaien? Ja, dat is goed. Ja, dat was een foutje, schat. Dat was een foutje. Ik rijd zo mijn hart in november voor het laatst getankt. Ja, maar dat is wel beter hoor, Tine. Schat, je bult geld. L5 moet ook gehoogst worden met de koolzaad voor mij. Oh, kijk. Die is ook klaar, dus dat kan er ook af. Top. Een op 40, ja, dat is betere werk. 1 op 40. Mijn oude Volvo, die V40, die reed 1 op 27 of zo. 25, zoiets. Word ik makkelijk 1300 kilometer met de tank, hartstikke idee. Maar ja, hè, welkom in Nederland, waar diesel heel duur is qua wegenbelasting. Anders had ik die auto nog wel gehad en had hij een heel mooi geel kenteken in plaats van een wit kenteken. Ja, 1 op 22 inderdaad, ja. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik mis soms de V40 ook nog wel hoor. Dat was zo'n prachtige auto, die zwarte. Oh, niet schat, of mis je hem niet? Ja, dat klopt, Ines. Ja, dat had ik ook. Oh. Ik ga heel even een plasje plegen, jongens. Ik ben er zo weer. Welke, Lars? Die V40, die zwarte bedoel je? Oh, ja, dat was een heel mooie auto. Ik ga heel veel plassen. Gaan wij even gras in zijn. Er liggen ook niet veel steentjes op, dus ja. Hallo Prisma. Hé, hey, wat heb jij op de iPad naast je staan? Daar staat een Sim Dashboard op. Daar kan ik GPS en alles mee invoeren.
Als ik straks weer rechtuit ga, dan zet ik GPS weer aan en dat doe ik via de tablet. Ja, dat is wel handig, ja. Zo. Kijk, nou heb ik GPS weer aanstaan, dus dat doe ik allemaal via de tablet. Je kunt allemaal zelf instellen wat je allemaal wil, zeg maar. Je kan eventueel ook de maaiers laten zakken met dat ding, dus dat gaat echt heel uitgebreid. Ja, dat is wel nice. Ik hoor Tienes ook nog zo zeggen, godverdoren, wat reed die V40 lekker, zeg. Ja, dat was echt helemaal, dat was ook echt een het was niet echt een sportauto, maar een sportlook had die dubbele grom pijpen. Helemaal in het zwart, rode remklauwen, prachtige velgen. Ja, ik mis hem nog wel eens hoor. Echt waar. Annie, schat, jij mist de V40 ook wel een beetje, toch? Een digitaal dashboard, was ook leuk. Ah, wie weet in Forza wel een V40. Who knows, ooit. Hebben we hem toch een soort van terug. Hoe is Chris, dankjewel voor je gifted sub aan Rosa, dankjewel. Wat lief. Nou, als je kijkt naar die andere Tinus, je hebt natuurlijk, welke ik had, was een soort van ja, glaslook-achtige pook. En de andere, dat was echt een lelijk pookje. Dus die van mij, die was weer iets luxe. En hij verlicht ook op, was ook wel leuk. Nou, het eerste veld is geschud. Top. Het moet alleen nog even gehaakt worden. Ik ben al met... Kieken, één baantje denk ik nog. Kiek. Dan moet ik er nog even kalk overheen gooien. Ja. Maar verder een mooie auto hoor. Ook de binnenkant, op die Pona. Maar ik ben ook heel blij hoor met deze auto. Heerlijk man, een automaat. Hey Pluto, hoe is het hier? Ja goed. Hoe is het met jou? Altijd goed, mooi zo. Hoe is het met de kids? Oh. Hey, maar ik moet morgen. Voor mij moet ik fundering uitgraven, maar dan sta ik weer met de hele tijd met die kutscherp in de hand. Goed dat mond dan een beetje droog is, eigenlijk voor je. Met een kut weer. Waarschijnlijk niet. Ik heb al een paar keer een fundering uit moeten graven in de regen, dus ja. Ja. Heel EMF, heel even nog, laatste week. Ja, dat is Maar lekker op de karretjes doen. Dan kan ik karretje sturen, dan is het niet meer zo'n zwaar werk. Precies. Zo, het had ook niet langer moeten wachten hoor, want de mini-ijslaag zit al over de fles in. En knijt het je koud. En weet je wat ook een verlichtingspunt is? Dat ik maar 4 dagen hoef. Oh, dat is ook wel fijn, ja. En welke dag ben je dan altijd vrij? Of is het elke week random?
Nee, ik moet donderdag naar naar gemeente, dus ik hoef maar 4 dagen te werken nou. Oh ja, tuurlijk. Nee, maar ik dacht dat je bij de gemeente 4 dagen ging werken. Nee, 40 uur. Ik gewoon volle werkweek en dan moet ik ook nog 's weekends. Ja, ook nog, ja. Dan heb ik gewoon marktdienst. Juist. Dus, ja, dat zal wel even wennen zijn hoor, in het weekend. Maar ja, misschien dat het wel even weer wennen is. Ik heb altijd in het weekend gemolken, maar ja, dat is ook alweer 2-3 jaar geleden, dus ja. Ja, precies. Heb jij je kleren al? Ik denk dat ik die donderdag krijg, Jappie. Ik heb donderdag... donderdag heb ik overeenkomstgesprek, dus ik, misschien dat ik dat dan al meekrijg. Waarschijnlijk wel, toch? Ja, ik denk het wel. Ik weet ook niet, want ik moet er om 2 uur zijn. Ik weet ook niet hoe lang dat allemaal gaat duren, maar... Maar ik denk dat ik er nog wel even zit. Ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja, dat klopt. Die marktdiensten, dat is verspreid over de dag. 'S Ochtends een paar uurtjes en 's middags een paar uurtjes. Ja, dat had ik ook al begrepen. Die, in principe hoeft het helemaal niet zwaar te wezen op de weekend. Nee, precies. Misschien had ik de Klaas moeten tanken. Ik sta met een lege tank. Oh god, die man staat droog hoor, domme. Dit is mij nou nog nooit overkomen. Ja, maar daar hebben wij een hele mooie oplossing voor. Tenminste... Oh god. Die ISB die is er ook al slecht aan toe. Die wil ook al niet starten. Hoor, domme. Ja hoor. Jeff staat altijd droog. Ja, daar ja, is het waar. Dus, Lars. Ik moest zorgen dat ik een vriendin kreeg. Dan kom ik ook niet meer droog te staan. Ja, hoor. Ja, jullie hebben wel gehoord hoe ik dat deed. Oh. Oh, ik hoor geen moddergeluid. Nou. Nou, die is wel heel zwaar voor die, En als ik hem hier beet pak. Maar ik moet hem op zo laag mogelijk moet ik hem pakken. Als je dat, bij de motorkap doet dan. Als je hem nou een beetje lager zet en dan naar achter rijdt. Ja, daar zat ik ook wel aan te denken. Nou. Wacht even, hoe doe ik vierwielaandrijving aan? Wacht, laat me even checken. Rechtercontrole keypad 7, keypad 8. Ik denk dat ik zo beter kan trekken. Kijk toch eens in! Jo hoor, dat werkt dus daadwerkelijk. Dat is mooi. Goddomme. Die verrijker is er ook niet best aan toe. Nee. We komen er wel. Ja, maar deze verrijker moet ook getankt worden hoor. Maar dat nooit gebeurt. Klopt hè, Lars? Ik wil wegrijden en dan zegt hij van bekijk het zelf maar. Ja. Ja, ik vind dat toch wel mooi hoor. Omdat hij dus wat ouder wordt, dat hij moeite heeft met starten. Ah ja, het heeft wel waar. Maar nou heb je een serieus probleem. Precies. Ik vind dat mooi. Goddomme. Maar je hoort ook dat die motor aanslaat. Dat hoor je ook heel moeilijk bij deze. Hij valt net niet uit namelijk.
hoop dat je dichtbij genoeg bent. Ja man, ik kan het zijn. Oh, een stukje terug. Ja, zo. Oké. Okay. Nog een saaimachine in de aanbieding. Oh, dat is nice. Hij is wel 96k, man. Oeh ja, dat geldt helemaal niet. Zal ik de tijd anders even doorspoelen? Hij wil niet meer. Nee, het is echt klaar met hem. Hij is dood. Hij is hartstikke dood. Hartstikke dood. Maar deze trek is een stuk minder zwaar, hè? Heb je hem los? Ja, ja, hij zit vast. Ja, doe maar. Nou. Nee, we gaan deze restaureren. Deze gaan we niet wegdoen. Oh, auto. Wat hebben we een fantastisch spul, Jeff. Wat ze hebben allemaal... spul. Ze vallen allemaal in voor je neus. Over dwarspakken. Zwaartepunt dichterbij. Ja, je moet hem helemaal de trail optillen, hè? Gaan we erin naast. Ik denk zelfs als je hem via de cabine pakt, dan dat je iets meer grip hebt. Denk ik. Ja, 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 ja. Jou, hoor. Wacht. Ik ga hem voordeeltje maken. Wacht, doe ik even zo. Oh, oh shit. Wat gebeurde daar? Hij stapte uit en ik vloog naar voren. Oh. Kun jij proberen eens hoger te pakken? Ja, zo ja. Iets hoger. Ik ben topzwaar. Oh. Ja, die Masje moet ietsjes meer de lucht in. Als het kan. Dat hij met banden van de trail afkomt. Nou, op voor respect. Jij moet meer terug, hè? Want hij moet van de trail worden afgehaald. Ik rijd direct mee terug. Want die JSB moet eigenlijk ook voor inspectie, maar we hebben nog eerst even nodig. Spelen met je kantelpunt. Ja, dat... Dat is even uitzoeken waar ik best... Ja, kijk. Top. Dan haal ik hem weg. Zo. Ik hoop dat we dichtbij genoeg staan. Nee, we staan niet dichtbij genoeg. Ja, en eigenlijk hoort het zo, hè, in plaats van met het handje die trekkers verslepen. Dit is ook niet helemaal zoals het hoort, maar goed. Het ziet er beter uit als het handje. Oh. Perfect! Hoppazee. We kunnen server damages. Kost 2100 euro. Ja, oh, dat valt me mee. Valt mee, toch? Nou, dan kunnen we de komende tijd niet gebruiken. Dan wordt die in ieder geval gerepareerd. Dan laten we de JSB nog even voor wat het is. Ja, wou je die balen nog ophalen? Of zullen we ook... Ja, want dinsdag zijn we ook druk bezig met het haksel. Of wou je die balen nou nog helemaal ophalen? Ja, het is alleen een langsrijden, hè? Ja, dat klopt. Dat is waar. Maar we hebben in ieder geval weer een klein beetje geld bij, vind ik. We begonnen met 1000 euro en we hebben no sum met 1000 euro, dus op zich. Ja, een klein beetje geld verdiend dit keer. Veld 5 kan ook geoogst worden met koolzaad. Dus we zijn nog wel druk dinsdag. Ja, er moet echt heel veel gebeuren nog, ja. Dikke 2 ton lening naar de Maardenbergen komen we in januari aan. Heerlijk. Ja, die pellets, dat levert... Ja, wat ik zeg, ik denk toch dat pellets meer opleveren dan silage. Dat idee heb ik dus ook, maar... Ik kan het ook missen, maar...
Palace is ook meer werk als silage volgens mij. Ja, dat klopt. Zo. Oh. Mooi. Staat alles weer op zijn plek. Want dit zijn voor mij de wortels. Ja, die zijn aan het groeien. pH waren ze een beetje aan de lage kant bij de wortels. Ja, er moet even smalle bandjes. Oh nee, dat wil niet. Ja, dat kan wel. Maar op de Master Verus van is in onderhoud. Die is rond 1 uur klaar. Volgens de game. Dus dat duurt nog kerel, even. Ik ga er van tussen. Dus ik zeg later pik. Ja, is goed Frank. Ik sluit hem ook af. Ik ook. Ja, maar jij bent sowieso als skeer, Lars. Daar kun je ook niks aan doen. Je bent net zo skeer als ik. Het zal wel aan de naam liggen. Yes. Yes. Dit was hem weer. Dat was hem weer. Dus we hebben dinsdag genoeg te doen. Er kunnen twee mensen eventueel zouden daar natuurlijk kunnen gaan hakselen. Maar het mooie is natuurlijk met z'n drieën even hakselen. Dat moet dan geoogst worden. Er moeten stenen nog worden geraapt. Dus, Dan moet... En koolzaad moet er nog af. Ja. Beetje druk. Enough to do. Yes. Zo hoor. Heb je honger? Ja, maar ik ben iets keer de gemiddelde 17-jarige heeft hooguit 100 euro. Ja, maar weet je wat het is, Lars? Vooral als 17-jarige. Gelukkig is mijn lieve meisje is niet zo. Maar je hebt vriendinnen die knijtertje duur zijn. En ik denk dat wat jij de vorige keer zei, de Jet, dat je toch pech hebt. Ja hoor. Nou, de gemiddelde 17-jarige die geeft het allemaal uit aan bier en uitgaan en weet ik veel wat. Dus ja. Wat dan? Nee, 200 euro, Lars. Stoer. Nee, geetje. Ja hoor. Wat zeg jij? Dat vergeet ik niet. Ja, ik sluit hem even af, Jeff. Ja, ik sluit hem ook af. En dan spreek ik... Oh ja, ik zal jou zo even nog... Even spreken nog in Discord voor die mod. Ja, is goed. Ja. Spreek ik jou zo. Ja, is goed. Oké. Okay. Ja, maar impuls aankopen was in een spelletje, hè, Lars. Niet in de game. In het echt doe ik niet echt aan impuls aankopen. Of het algemeen. Maar jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Morgen zijn we live dus met Sims. Ik denk dat we morgen Sims gaan doen. Dat denk ik wel. En dan dinsdag farming. En dan woensdag doen we FS19. Of FS22 zou ook nog kunnen. Zou ik even overleggen met Jeff. En dan... de rest van de week is er dan geen stream. Dus ja... Jongens, heel bedankt voor het kijken. Stijn, bedankt voor de 16 maanden resub. En ik moet natuurlijk ook kijken naar die bot. Maar ik denk als ik de stream weer start morgen dat het gefixt is, hoop ik. Dus, en anders, ja, nee, het zei zo. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En heel graag tot de volgende keer. Kalm!